Tennis is, het leuke van tennis is dat het zo complex is en dat eigenlijk elke bal anders is. Ik denk dat er wel honderdduizenden situaties zijn waar je oplossingen voor moet bedenken. En dat hoop ik eigenlijk mee te geven aan spelers, hoe leuk dat is. Het belangrijkste aan het toernooi is enerzijds dat jonge spelers de kans krijgen om op de wereldranglijst te komen. En anderzijds is het ook om het publiek te laten zien hoe mooi het is om van dichtbij op 1 meter afstand van het centercourt Timo de Bakker kan zien spelen. Of andere jonge talenten. Bagdad is hier geweest. Daar spreken de mensen nog steeds over hoe bijzonder dat is geweest. Dus 1,5 jaar later, na Future Alkmaar, staat hij in de Australian Open in de finale. Ik ben heel erg trots hoe het gelopen is, want het was eigenlijk een minimale accommodatie. En met heel hard werk en elk jaar stappen te maken, vind ik dat het een onwijs mooie periode is. Ik vind de waarderingsprijs is niet alleen voor mij, maar zeker ook voor de organisatie, voor mensen die vrij nemen om het te organiseren.